Goedemorgen YouTube, welkom bij een nieuwe vlog. Dit is Vaping Biker. Vandaag gaan we richting Goedhart. Ik heb onlangs die kat heb ik vervangen, mijn katvervanger. Ik moet eigenlijk nog een remapping hebben van deze motor. We gaan naar Goedhart om even de software erin te laten zetten. Ik hoop met een kwartiertje alweer klaar te zijn, misschien een half uurtje. En dan gaan we even lekker rijden. Nou, de plan is vandaag om richting Doel te gaan. Dat is een plaatsje in België. Het wordt ook nog wel de Ghost Town genoemd. Nou, weet je, ik ben wel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Het schijnt dat er tijdens de 40, 50 jaar geleden, vanwege die kerncentrale die er staat, met net een kilometer buiten het dorp, ja, hebben mensen gewoon hun spullen gepakt en zijn gewoon weggegaan. De huizen staan gewoon open, je kan gewoon naar binnen in principe, maar er is gewoon helemaal niemand. Dat is toch bizar? Nou, we gaan even een kijkje nemen. Ik heb mijn normale camera heb ik meegenomen, dus we gaan even wat mooie shots maken van de motoren. Ben je benieuwd hoe het eruit gaat zien? Blijf dan even kijken. Peace. Out. Ik heb vannacht erg slecht slapen. Altijd als ik een dagje weg ga op de motor, dan slaap ik altijd wat minder. Ja, ik denk dat het toch wel een beetje spanningen zijn. En ja, wat gaat zo'n dag met ons meebrengen? Ik las ook net op de AD dat juist in deze maand, in de maand april, is het ongelukken gewoon met, ja, het staat op 70%. Dat betekent omdat het natuurlijk ja, al de mensen die natuurlijk voor het eerst weg gaan rijden met het mooie weer, die zijn nog niet gewend aan de motor. Dus het belangrijkste is natuurlijk om eerst even te wennen aan de motor. En de wegen natuurlijk. Van wat vermogen heb je nou onder je kont zitten. Ja, dat is heel erg belangrijk, want als je een tijd niet hebt gereden, ja, en je gaat in één keer vol gas, ja, je weet toch niet wat je moet doen. Je moet wel even wennen. En ja. Weet je, de meeste ongelukken gebeuren op die 60 en 80 wegen, las ik. Toch gaan mensen daar vaak te hard of inschattingsfout. En automobilisten zijn natuurlijk helemaal niet ja, berekend op dat er veel motoren nu op de weg gaan. Dus voor hun natuurlijk ook wennen, zeker 's ochtends vroeg. Ja, mensen slapen nog. Nou, we zijn maar goed uit, zoals je ziet. Dus we gaan even lekker naar binnen. Later. Ik ook niet. Ja, maar er staan camera's of niet? Je krijgt volgens mij gewoon een boete hoor. Nee, nee. Hè? Ja. Ja. Wat
pas heb je dan, Joer? Nou, we zijn dus in Doel, de spookstad. 40 jaar geleden was het zo dat ze hebben een huis ontvlucht vanwege de kerncentrale die hier staat. Die is inmiddels alweer 5 keer uitgevallen, waardoor de risico wat hoger is. En zoals je ziet, is alle huizen zijn dicht. Ze hebben alles dichtgemaakt zodat je er niet meer in kon. Nou, weet ik, 2 jaar geleden kon je er nog wel in. Het is echt een urbex complex, hè. En je moet hier 's nachts ook niet zijn. Alles is dicht, alles is verlaten, er woont hier helemaal niemand. En veel mensen die hierheen komen om alles even te bekijken. Kijk, iedereen maakt foto's. Nou, zoals je ziet, echt alles is gewoon dicht. Gewoon echt alles. Het is wel raar om hier te rijden. Oh, ze ligt op de grond. Café. Een oude camper die er staat. Kijk, en daar staat de kerncentrale. En dat staat ongeveer 1 kilometer van dit dorp af. En kijk, zoals je ziet, echt al die huizen die zijn gewoon leeg. En ze zijn allemaal gevlucht. Ah, glas. Daar ga ik dus niet overheen.
gek dat het water die eruit gaat. Wauw, joh. Is dat water? Ja. A few moments later. Wat? Oh nee, dat is geen leuk. Mag je geen foto's maken? Mag geen foto's maken, Alex?